Wat zien we hier allemaal staan? Ik ben de afgelopen dagen door Almelo gelopen voor het kunstproject in het kunsttorentje. En ik ben water gaan verzamelen op verschillende plekken. Van meren, rivieren, fonteinen. Ik denk dat vele mensen me ook wel rond hebben zien lopen met mijn emmertje en mijn rugzak met glazen stenen. Wat kan ik daarover zeggen? Het was een soort van ontdekkingsreis met een kaart en waarvan ik dus van tevoren een soort van bepaalde van welke kant ga ik op, waar zijn waterplekken. Maar overal waar ik terecht kwam was ik dus ook nog nooit geweest. Dus dat was wel een hele leuke manier om Almelo te zien en ook mensen te ontmoeten. Ik merk, ik ben op heel veel plekken geweest. Soms dat ik in een fontein stond en dat mensen vroegen, wat ben je eigenlijk aan het doen? Of het zwembad binnenlopen, het sportpark. En vragen van, ja, ik heb misschien een niet zo standaard vraag. Zou ik wat water van jullie zwembad mogen? En ik ben eigenlijk overal super warm ontvangen. En bijvoorbeeld ook bij de vissersvijver, de Dollegoor. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel Dollegoor. En daar kreeg ik ook een bakje koffie. En hebben we over water gepraat en vissen. En daarna kon ik gewoon weer verder wandelen. En ja, ik merk wel dat is ook echt wel deel van mijn project. En natuurlijk langzaam zie je hier die hele kast vol raken met verschillende soorten water. Van heel helder water tot troebel. Het zal ook de gedurende weken nog van kleur veranderen. Hoe ervaar ik Almelo? Het was eigenlijk wel een fijne plek. Mensen waren heel... Ik heb dit project al wel eens eerder gedaan in een andere stad. En daar viel ik eigenlijk niet op. Daar blende ik, daar keek niemand om wat ik aan het doen was. En dat was ook wel heel prettig, want dan zat ik echt in mijn eigen bubbel. Maar ik merk hier dat mensen heel nieuwsgierig zijn. Dus mensen echt wel vragen van, hey, wat ben je aan het doen? En iedereen zegt hoi tegen me, dat vind ik ook altijd wel fijn. En ja, dat er wel een interesse is en dat mensen het willen begrijpen. Dus Almelo, de mensen, heb ik heel erg als fijn ervaren. Maar ook de plekken. Ik vond het ook zo'n soort verrassingen soms dat ik naar een plek ging en dat ik net nog langs de snelweg liep en ineens was ik midden in de natuur. Een soort van die kleine groene bubbels. En dat ik eigenlijk al wel baalde dat ik 3 zware stenen bij me had en echt wel door moest, omdat anders mijn planning het niet redde. Maar dat ik liever daar nog 2 uur lang had rondgelopen of zo. Wat ga ik met het water doen als ik hier klaar ben? Dat is eigenlijk een goede vraag, want dat weet ik nog niet. Ik weet dat ik zou het niet zomaar terug kunnen gooien of in de goot kunnen gooien of terug naar de plek brengen. Voelt ook niet goed, omdat het toch al wel iets anders is geworden, denk ik, na een aantal weken. Ik weet van het project wat ik hiervoor heb gehad, dat nu gewoon allemaal in de opslag ligt. Dus het water bestaat nog. En ik denk dat het water van Almelo ook gewoon wordt opgeslagen. En wie weet, na een aantal jaar heb ik zoveel plekken met water dat ik daar weer iets anders mee kan doen. In de mini-torentjes wordt eigenlijk de kaart van Almelo geëxposeerd in 16 verschillende fragmenten en dan 2 fragmenten per frame. En met stickertjes wordt eigenlijk de plekken aangegeven waar water van de stenen, waar water vandaan is gehaald. En er wordt uiteindelijk ook nog een grote kaart in het torentje op een van de ramen gehangen, waarin nogmaals wordt aangegeven van alle plekken waar ik gewandeld heb.